Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Alexander Buettner, het heeft even geduurd, maar je bent inmiddels weer terug in de A-selectie. Ja, vandaag eerst de training gehad. Ik ben heel blij dat ik terug ben en ik kan niet wachten om weer belangrijk te zijn. Want vertel eens, kort na de winststop werd je tijdelijk teruggezet naar het tweede elftal. Hoe is die periode voor jou geweest? Toch wel zwaar. Toch nooit opgegeven. En ja, elke dag hard blijven trainen, 3 keer per dag. En ja, nu ben ik weer fit genoeg om aan te sluiten bij het eerste. Vandaag ook op het veld, het voelde weer vertrouwd. Ik kan natuurlijk altijd goed met de jongens, met de trainers. En ja, het is gewoon fijn om weer terug te zijn. Henk Vreese, de trainer, heeft al vaker gezegd van een fitte en scherpe Alexander Buettner kan van heel veel waarde zijn voor het team. Dus dat is dan nu weer tijd om het te laten zien. Nee, maar dat weet ik ook. En tuurlijk, het is nu aan mij om weer keihard door te gaan en belangrijk te zijn voor het eerste. En ja, dat is ook mijn doel om belangrijk te zijn en Vitesse te helpen. Want er komen nog heel wat belangrijke wedstrijden aan. Dus dan is het extra fijn dat je nu weer kan aansluiten. Ja, tuurlijk. Ik heb goede gesprekken gehad met de trainer. En hij zei dat ik woensdag zou aansluiten. Dus vandaag de eerste training gehad en het voelde weer vertrouwd. Ik ben altijd iemand die nooit opgeeft. Wie altijd voor zichzelf door blijft gaan. En nooit de intentie gehad om weg te komen bij Vitesse. Vitesse is gewoon mijn club en ik heb me teruggeknokt. Ja, nu staan we hier. Heb ik mijn eerste training gehad en ben ik weer terug. Dus eigenlijk... Ja, wat leer je ervan? Dat je nooit moet opgeven. En hopelijk ook zo snel mogelijk weer echt binnen de lijnen. Ja, klopt. Alleen vorige week dan door mijn enkel gegaan. En ik probeer nu per training te kijken hoe het gaat. Vandaag gewoon gedeelte meegetraind. Dus ja, we hopen zo snel mogelijk bij de selectie. Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.